SK-21, engaging target bearing 050, 100 miles, 25,000. Target bearing 50 miles, 21,000. Test. Okay. Laat me weten als jullie klaar zijn voor de checks. Duk, weet jij hoe je de handoff aan staat bij deze roll? Deze ken ik niet. Nee, ik ook niet inderdaad. Maar is het een Belgische F-16 of zo? Die heeft mij deze. Dat is correct, dit zijn ook de Belgen inderdaad. Carapace. In ieder geval tussen Prio en Mode, daarvan kun je dus selecteren. Prio bedoel ik is on bij mij op dit moment, maar dat prioriseert eigenlijk meer. Die andere zal wel Mode zijn, zal AI of zo staat daaronder als je hem activeert, dus ik denk dat het die is. Oké, maar bij mij gaat niet bij mijn extraction het handoff lampje branden. Oké. Ja, goed. Op hoop van zegen. 2 en 4, zijn jullie op Victor? Oké. 4 is op Victor. Yes. Hey, ik heb de Stink Flight is airborne, zo te zien. Ja, dat is correct. Ik heb ze 100 miles van me af. Free is on 6-5 Yankee. Four is on 6-5 X-ray. Klopt als goed is, hè? Moet
correct zijn. Nummer 1 moet dan op 2 Yankee staan en nummer 2 moet op 2 X-ray staan. Yes, die hadden we. En 1 is 6 feet. Ja, 3 is feet. 4 is feet. Staat er nou een tank op de runway? Ja, dat is correct. Oké, ik denk dat mijn roar werkt. Ik weet het ook nog niet helemaal zeker met een handling. Hey, ik een handoff krijg ik niet aan, maar goed, dat is niet anders. Ik hoor piepjes, dus dat wel. Ik zie een F-18. F-16. Hey guys, maar als je nou naar die runway rechts van ons kijkt, hè? Hoe die georiënteerd is, als ik richting 1129 kist, ligt hij heel anders dan dat ik hem zie. Ja, same. Daar is iets weer aan de gang. Ja, de engel is totaal anders inderdaad. Heeft iemand nou voor onze vlucht aangevraagd? Nee. Ik heb nog geen checks gehoord, dus... Nee, omdat hij net die toren begint te praten. Oh, nee. Lasercode, vul ik die achter list in of achter TGP-code? Allebei. Oké. Okay. Dus in principe de TGP-code, want daar bestuur jij jouw bommen mee. LSD, dan kun je een spot tracker, dan kun je iemand anders laser oppakken. Maar dat doen we nu niet. Maar je kunt voor de zekerheid bij allebei hetzelfde nummer invullen. Top, thanks. Oké, Cowboy 1, vehicle check. Sorry, come again. Cowboy 1, vehicle check. 2, 3, 4. Yo, zit jij op de torenfrequentie ook, op uniform? Cowboy 1-4. Ik had het verkeerd ingevuld, nu wel als het goed is. Cowboy 1-4, uniform check. 4. Position hold. Gotcha. Fury, 1-1, ready for departure. So, request window. Fury, 1-2, taxi, runway 290. Cowboy 1-1, Cherry approach. 180 at 0-4, knots. Focus, QNH. Cypher 1-2, orbit for space on 5000. Oké, het is een 2-9er take-off, maar dat is eigenlijk gewoon waar die F-16's nu vertrekken. We gaan single ship take-off, afterburner take-off, want we zijn zwaar. Met, ja, zeg maar 10 seconden spacing vind ik een goede. En dan rejoinen we onderweg. 3. Cyber 1, ready check. 1 is ready. 2 is ready. 3 ready. 4 ready. Oké, guys, ik schakel even naar uniform 6 om even te horen of Sting in de buurt is en wat hun plan is. Oh, één momentje, mijn yardstick is nog sour.
Oké, dat moet u mij even regelen onderling met nummer 4 en dan ga ik even met het ding praten op jullie. 4 heeft 65 x-ray. Dus jij hebt 2 x-ray. Dat klopt, ja. Share via power. You're clear for takeoff, runway 29. Proper, 1-2, descend to 4000. Maintain 250 knots, turn left heading 125, runway 29. Ik heb nog steeds geen yardstick. Fury, 1-1. Share via power. Resume all navigation. Ik double check, ik zit op TX-65 X-ray, air to air. En ik heb een sweet yardstick, dus iemand heeft 2 X-ray gepakt. Ik zit ook op air to air, 2 X-ray, ja. Ik heb een sweet, jij niet? Nee, ik niet. Hold short. Nummer 4, je moet eventjes dan gaan switchen tussen de kanaal. En dan kom je weer terug naar de juiste frequentie en kijken of het dan sweet is. Oké. Okay. Ik heb een sweet. Dan ga ik het ook eventjes opnieuw proberen, denk ik. Ja, als je eventjes nummer 2 eventjes naar de kanaal 3 switcht en dan weer naar 2 X-ray, dan moet het goed komen. Ik zie een sour en nu is hij weer sweet. Oké, Cabo 1. De Sting 1 is nu bij ons in de buurt. Ze gaan niet landen. Het plan is dat wij nu take-off gaan, rejoinen. En zij rejoinen voor ons richting de target. Nee, mijn yardstick is nog steeds sour. Ik zag die van mij op sour gaan en toen weer op sweet. Dus hij heeft die switch wel meegemaakt. Oké, guys, heb je mijn plan gehoord? Ja. Oké. So, Cabo 1, ready to check again. 1 is ready to go. Yardstick still sour. Oké, 2, what's yardstick, what setting do you have? Yardstick settings, A2A, channel 2, X-ray. Copy that, number 4, what's your yardstick settings? Air to air, channel 65, X-ray. That's very weird. Die van mij is wel sweet. Ja, en we zijn al heen en weer geswitcht met kanalen. En Nio ziet hem wel elke keer sour worden en weer sweet. Maar bij de nummer 2 dus niet co high. Oké, dan doen we het zonder yardstick, want we gaan nu take-off. Copy? Copy. Oké. Heavy at tower, Cabo 1 for ship F-16. We'll perform a single ship take-off runway 29. Okay, 1 is rolling for the run. Share via tower. Taxi clear of the runway. Nummer 4, je kan op die staan ook. Good morning, Shot 1. Share via approach. Runway 29, welcome back. 1 is gear up. Cowboy 1-1. Share via tower. Neo, je kan op die staan ook Cowboy 1-2, hold on. Nee, hij is dicht. Oké, okay. Dit is een glitch. Share via tower. Taxi clear of the runway. 3 rolling. Two is gear up. Hold short. Hey, you're climbing at 330 knots, male climb. Taxi clear of the runway. Share via tower. 3 gear up. Hold short. Okay, and one is in a slow turn towards tier 2, so you can rejoin. Shark 1-1, orbit for station 4000.
Shark 1-1, maintain 300 knots. Four, may I gear up? Four, gear up. Shark 1-1, maintain 250 knots. Okay, cover one, left switch uniform to 6. Two. Three. Four. Cover one, uniform check. Two. Three. Four. Okay, cover one, switch Q&E, 1013. Two. Three, set. Four, set. Hey guys, rejoin in a right turn towards steer two. Two, set. Three. Stick one, Cabo one is just airborne and we're steering towards our target, 70 miles out, and we're on uniform 6, climbing Angels 20. Stay copy, we're paralleling you on the right hand side, currently altitude 21,000 and climbing, doing decimal minor. Copy that, we got you on our idea. Cabo 1, ik draai even door naar rechts om weer op het track van steerpoint 1 en 2 te komen en dat helpt jullie met de rejoin. 3. One, three, climbing to which Angels? Climbing at 20, Indian. 20, 3. Special one. One is at 95% RPM and climbing with 320 knots. Before I settle the red side. Three. Sting, 1-1, Chalice, 1, picture is multiple groups. Charismatic bearing 055, 80 miles, 2,000. Hey, left turn, stay tuned. Okay, one is visual on 3 and 4, blind on
4 has an SF5 at 3 o'clock. 4, say again. Spotted an SF5 on the raw at 3 o'clock. Okay, copy that. 1 is taken. 3 taken. Wel grappig, als je op je Arrivoir je prio inselecteert, krijg je eronder je heading en hoeveel miles de prio target zit. Ah ja. Veel moeite mee met deze loadout. Ja. Oké, okay guys, Cowboy 1 fence in. 2. 3, Cowboy. 4. 1's fence, the fuel at 10-3, thanks. 2 is fenced in, fuel is same. 3 fenced in, 10.2. Thanks, Fiddy. 4 fenced in, fuel is same. 10.2 is low. I have a car skin inch. Okay, Angels 2-0, leveling off. Sting 1, Cabo 1, what's your status? Cabo 1, Sting 1, engaging Su-30s, so looks like a 2-ship at the secondary target, primary target is clear. Okay, copy that, we're proceeding towards primary target 30 miles out. Cabo 1 to go air to ground and scan around Tier 3, our primary target, let me know if you find it. 2. 3. 4. Dat is de brug en daar zou wat tussen kunnen liggen. Sees no moving targets at tier 3. Three has targets, ID in. Chalice 1, Cowboy. Three, yes, say again, where's the location? Cowboy 1-3, Chalice 1, contact to the bogey. Bogey contact full side 265, 60 miles from the ground. Sting 1-1, Chalice 1, contact is friendly. 4C same, colony of vehicles south, 6 o'clock of target 3. Copy. Can you make a mark point? Ik denk dat ik een markpoint heb verzonden, hij ligt echt vlak onder steer 3. Nee, dat is niet de goede bij mij in ieder geval. Oké, dat is bij een heel snel gebouw in de buurt. Ik vraag me af of dat geen friendlies zijn. 4 declaring. Cover 1, Sting 1 engaging multiple Su-30s between secondary target and bullseye. Hey, Cover 1, copy, do you want us to stay clear for now? You're clear for now.
Are we clear or do we need to stay clear? No, you are clear. Engage primary target. Copy. 1-4, my target was friendly. Okay, thank you, Elliot. That's one scope, yeah. Data. Data. Sending my points. Yeah, okay, yeah, declare 3 of you. Chalice 1, Cowboy 1, 3, declare. Sting 1, 1, Chalice 1, contact is friendly. Okay, also friendly. Cowboy 1, 3, yeah. Chalice 1, contact is in motion. Okay, right turn towards tier 3. For my betreft, this is clear. Should you need another day ever? My betreft, though. Yeah, Xenix Amos also left friendly, but you. Sting 1, Cabo 1, we don't see any enemy targets around our primary target area. Are you okay that we proceed to our secondary target? Negative. Secondary target is hot. Copy that. We will circle around primary target and keep searching. Sting 1. Chalice 1, Cowboy 1-4, declare. And Sting 1-1, Chalice 1, contact confirmed hostile Type 8 at Su 30. Cowboy 1-4, Chalice 1, contact is in motion. Sting 1-3, Chalice 1, contact confirmed hostile. Data. Mark void send it. Okay. Clear. Okay, element, turn over left towards steer 2. Stay out of the salt area. Sting 1-3, Chalice 1, combat confirmed hostile. Bogey contact. Testing on left. Bogey is geen van alle, toch wel? Klopt. Hey, 3, turn left towards tier 2. 3. 4. I'd like the enemy, man. Sting, 1-1, Chalice 1, contact in the bottom. Waarom denk je dat, Chalice 1, Cowboy 1-3, declare. Cowboy, 1-3, Chalice 1, contact to the bogey. Hey, 1 is passing underneath element. 2-3. Fish up. 1, +3 long. Sting 1-2, Chalice 1. Ja, ik zie de targets die je bedoelt, Duk, maar ja, hoe weten we nou of het enemies zijn of niet? Ja. Sting 1, Cabo 1, we have a large moving battalion around the primary target area, but AWACS identified as bogey. What do you advise? Bogey is unsure, but if it's an enemy, if you can see it's an enemy battalion, you can engage it, but stand by, we're still engaging multiple Su-30s target area. I copy, but we are still, we are in our... 320-41-9000. Ja, dat ook niet zoveel aan. En Duk, hij zegt van vals maar aan, als je denkt dat het enemy is. Ja.
zullen we doen, jongens? Ik ga er flink, ja, ik weet niet, ik ga nog een keer boven hangen en dan kijken wat er gaat gebeuren. Tries, hot, to Stedrick. Copy that, you're clear to engage if you want. Do you think they're enemy? Three? Three, just monitoring. Maar een klein clubje, hè? Wat bedoel je met een klein clubje? Niet heel veel targets. Nou, dat is een beste waar ik zit. Oh, wacht, kom er wat achteraan. Excuse. Als je er een bom op gooit en het is zijn friendlies, wat krijg je, dan krijg je dan iets te horen? Ja, volgens mij wel. Maar weet ik niet zeker. Zijn dat die movers ten noorden van Steer 3? Zijn de movers ten westen van Steer 3, dus ik vlieg er nu precies overheen. Three, four, turn back towards Steer 2 for another pass. Ja, four is taking distance. Hey, one waar jij overheen vliegt, plane friendly. Oh ja, sure, oké, thanks. Oké, ik zag wat ten noorden van Steer 3, moving. Oké, je kunt investigate en declare zo. To rejoin and check overrides towards Steer 3. Two. Ja, we moeten hier toch blijven hangen zodat het tot dat ding ons contact geeft, dus we kunnen het blijven zoeken. Cowboy 1-3, Chalice 1, contact to the bogey. Stil, bogey contact. Wat voor tanks hebben die gasten? Ik weet het niet. Nee, daar ben ik, heb ik ook te weinig achtergrond nu voor. Als ze 80 zijn, dan heb ik ze hier wel in beeld. Is ook niet gebriefd. Ik heb wel visual contact om mijn 1 o'clock battles on the ground, so misschien ze daar wat aan doen. Hey, you can check out. Hey, 1 nails 29, so returning to 3. Override 2. Sting one, Cowboy one. Hey, what's reports? Picture clear. We'll continue to monitor the area very closely. So push secondary target. Copy that. 3-4. What are your intentions? You zijn ergens split. For us, flying hot now and still 3. Locked. 3 first. 3 is heading stay 4. Copy. 4 rejoin with 3 and that's stay 4. Copy. Disregard the target at stay 3. 4 second.
disregard target at steer 3, we'll wait until you have the hostile lead. Disregarding because we're unsure unless you have confirmed enemies. Fox 3, 318-45-70,000. 4, do you have confirmed enemies around steer 3? Chalice 1, Cowboy 1-4, declare. Declaring. Cowboy 1-4, Chalice 1, contact is friendly. One target is friendly, checking the other. Okay, my position, 12 o'clock, 5 miles is friendly. And your position is... Cowboy 1-4, Chalice 1, contact is friendly. One Chalice, one target is bearing 1-3 miles. 2 steer heading steer 3. Okay. 4, I think it's friendly. I'm heading to number 3. Copy that. 3, you're going cold towards steer 3, Anderson. 3 is cold, steer 3. Copy. 1 and 2 will proceed to steer 4 and investigate. 3, plus 3 medium. 4, plus 3 medium. Sting, 1 Chalice, 1 Air Chalice 1, Cowboy 1-3, declare. Cowboy 1-3, Chalice 1, contact is a bogey. Bogey is unknown, maar normaal wordt het dan wel friendly. Weet je wel voor altijd wel waar ze zitten, dat vier hier wegs. Ja, maar Nidas zijn het zo, als bogey is dat we het niet zeker weten. 1, Chalice 1, air strike mid-19, bearing 105, 80 miles, 20,000. Dit is echt een hele kluit hier. Ja, zullen we dat... Zullen we daar gewoon wat opgooien? De hele kluit bij die steden bedoel jij, Duk. Ik maak een puntje. Data. Sting, 1-1, Chalice, 1, contact confirmed hostile. Dat is niet op steer 4, hè? Dat is in steer 3, ja. Steer 4 is friendly. Are you sure that there's the friendly? We can craft ook een bogey, sentry. Cowboy, 1-1, Chalice, 1, contact with the bogey. Data. As far as rejoining the 3. 3. Ja, ik heb er bij steer 4 ook een hele rij bogies. Yep. Chalice
Cowboy, 1, Charlie, 1, we're in the area, hold it, CP, Alpha. Ik ga er een bom op gooien, kijk wat er gebeurt. Fury, 1-1, please fight. Yeah, 2A, you're also clear to engage around steer for moving things. 2 by me. 2. 4, engage my target on steer 3 and 4. It's on my last data. Copy, go ahead. Your last data was cursor data. Nee, negative. The blue one on the HSD. Ik zie hem niet. Oké, copy. Ik wacht wat dat 3 bezig gaat. Data. Data is sent. Ik hoor allemaal piepjes op mijn roll en ik heb geen flauw idee wat er gebeurt. Oké. Bravo 1 got nails 29 in the east. Chalice 1, Cowboy 1-3, declare. 4 has made a mark point on last target, turning around to gain some distance. 3. Impact? One at the impact as well. Als het goed is heb ik net een markpoint verstuurd. Op de lijn tussen 3 en 4. Oké, Cargo 1 flight, you're just all free to maneuver and then engage targets of opportunity. Ik ga de gevangenis doen als het allemaal friendly zijn. Ja, 3 same. 4. Grondtroepen zouden toch ook de mogelijkheid moeten hebben een buggy spike te roepen. Voor 3, ik zit op 18.000 voet te vliegen. Als je 20.000 voet aanhoudt, dan hebben we no deconfliction. Yep. 2, ben jij ook target aan het werken? Ja. Copy. Four turning out 17 miles out. Dallas 1, Cowboy 1-3, request of entrance of threat. Cowboy 1, Dallas 1, air is threat, Su-27, Singleton, bearing 070, 50 miles, 19,000. Paveway. 4, Fox 3 Media.
Chalice 1, Cowboy 1-4, declare. Cowboy 1-4, Chalice 1, contact to the bogey. Okay, guys, ik lig eruit. Mayday, M and down, bullseye, 315, 15 miles. Waarom? Ja, ik zat te laag. Ik wil niet tussen je opkijken. Oké. Maar tenzij het of het is een enemy ship geweest. Jij, Duk, jij neemt de lead over, goed? Chalice 1, Cowboy 1-3, declare paveway. Cowboy 1-2, Chalice 1, contact to the bogey. Forest paveway on moving tanks. The area appears to be clear. Sting 1-2, Chalice 1, contact confirmed hostile. Sting 1-3, Chalice 1, contact confirmed hostile. Cover 1, Sting 1 status. 3, plus 3 long. 3, plus 3 long. Sting 1-2, Chalice 1, contact confirmed hostile. Paveway. 4, plus 3 medium. Two is hit. Te laag. Sting 1-2, Chalice 1, contact confirmed hostile. Ik heb een minuut op de dadeling nummer 2. Sting 1. Sting 1-2, Chalice 1. What's your current status? Missing 2 men and circling between 3 and 4. Any bombs? 4 bombs left. 4 has 3 left. Sting 1 copies on. Correction for the bombs, bombs with 5 bombs, bombs left. And working station is between 3 and 4. Forest in hot, 13 miles. Chalice 1, Cowboy 1-3, declare. And now, paveway.
Cowboy, 1-3. Pilot spotted, bullseye, 315, 15 miles. Cowboy, 1-3. Charlie, 1000, bullseye, 315, 15 miles. Paveway. Paveway. Impact. Sting, 1-3. Chalice, 1. Picture is multiple groups. Air is mandate bearing 060, 50 miles, 13,000. Sting, 1. Chalice, 1. Targeted bearing 205, 80 miles. Sting, 1-1. Chalice, 1. Contact confirmed hostile 10. Ik kan niet switchen op dit moment. Mijn handen even vol. Sorry, Sting. Ik heb mijn handen even vol. Wat zei je? 2 X-ray? Ik heb even de juiste switch gemaakt. Sting, 1-4, Chalice. 1, contact is friendly. Chalice, ik was los between because 1 and 2 are down. 4 reports a good hit on target. 3. Wat zei je? Welk yardstick wil je? Nee, het is goed. Yardstick is sweet. Cowboy 1, Sting 1. Sting 1 is approaching bingo fuel. Cowboy 1. One bomb left. Ik heb per ongeluk 2 afgegooid. 3. One, 3, Chalice, 1, I'm at confirmed hostile. Ik zit nog steeds op 18,000 voet te werken. Ik zou klimmen naar 20,000. Daar zat ik al bijna. Ja, volgens mij ook. Ik heb nog 1 GB over. Ja, het zijn. Wat leuk dit, ik heb dit al heel lang niet meer gedaan. Ja, dat is grappig. Het zit er gewoon nog in, weet je wel. Ja, mooi is dat, hè? For a turning hot for last run. Cap 1, Sting 1, 2 minutes until we are RTB. Cap 1. Oh, perfect. Quick, laatste bom en dan zijn we klaar. Sting 1, Chalice 1, air is traffic 23, Singleton, bearing 100, 40 miles, 10,000. Impact. Ik heb een rejoin op jouw nieuw. Yep. Sting, 1-1, Chalice, 1, contact confirmed hostile. Paveway. Caution. Sting 1, go 1, go the last order. Sting up. Forest get 1. Impact, good kill. Yep, yep, for sure.
1, thrust reload. Okay, ook Dakota en Cat 1 inderdaad, zo RTB. Oké, ik heb een probleem. 4 accidentally deployed gear. Ik moet langzaam naar huis vliegen. Wat is er aan de hand? Mogelijk mijn gear uitgegooid. Ik moet langzaam naar huis vliegen. Oké. Is hij nog heel? Ik hoop het. Oké, we gaan rustig dan klimmen. Als je eindelijk in de lucht. Gewoon rond onder de 300 vliegen. Ik richt je wel op jou. Sting 1, Kabel 1, Kabel 1, RTB. Sting 1, Kabel 1, copies. Sting 1, RTB, disengage. Ik heb geen nose steerwheel. Wat heb je niet? Ik heb geen neuswiel. Oké. Okay. Oh, waarom doe ik dat nou? Ja. Ja. Toch misschien die knop van mijn sticker verhalen en op de keyboard zetten ofzo. Yep. Ik was steerpoint switchen en ik gebruikte de verkeerde knop. Ja, dat is een leuke combi. Ja, het steerpoint was switch, die knop, en de gear was de gewone knop. Oké, Cabo 1, Sting 1. Cabo 1. Do you have any air-to-air ordnance left? Negative. Hadden jullie geen air-to-air bij, hè? Oh, sorry. Okay, can you turn around and check our 6 o'clock? We've got some MiG-29s behind us. If you've got some slammers to fend them off, we're not looking for kills, we're looking for to warn them off. Cowboy 1 of Cowboy 3-1 is turning hot. Cowboy 3-4 has gear damage, so he's RTB. Yeah, that's fine. If you've got some slammers to shoot at the guys behind us and then RTB with us. Cowboy 1-3. Okay. Flight Scarborough 1-4 has gear down, damaged, will be the last to land. Sting 1, Cabo 1-4 copies. Do you have the fuel to stay in the air? I have fuel to get home. Sting 1, Cabo 1. Cabo 1, Sting 1, go. What was the last bullseye on the targets? Currently having MiG-29 spikes that are 9 o'clock, but between you and me there's also F-18, so I suggest you go cold anyway and go RTB. Go on. Jump 2-1, ready flight.
De wet van Falcon BMS. Als je denkt dat het goed gaat, dan gaat er iets mis. Ja. Ja. Ik vlieg een Buster 250, dus je zou hem moeten kunnen inhalen voor de runway. Sting 1, Cap 1, Sting 1, thank you very much. Join us, Serbia. Ah, ik heb wel targets geraakt, dus in ieder geval iets goed gegaan. Kun je dat zien? Ik zag het op de TGP, de impact. Oh, dat absoluut. Meerdere vehicles van één bom, dus dat ging goed. Ja, dat klopt. Ik hoop dat het goed waren. Nou, kijken of die wil landen met alleen de achterwielen. Interessant. Ik zou heel hard moeten kunnen flaren en dan kijken of ik op de grond kan zetten. Precies. Body spike, bullseye 2-3-1-48. One is fuel tech, one is 5.7. Correction 3 is 5.7. Neo? Sorry, ik zit even te worstelen met de jet. Fuel is 5.0. Oké, copy. Ja, ik kan niet helemaal neutraal vliegen, merk ik. Oké. Een beetje trimmen. Kun je niet even op autopilot zetten dan? De wat? Autopilot functioneert nu niet, ik weet niet waarom. Oké. Ik denk omdat de gear uit is. Dat zou kunnen. Weet ik niet.
Oh, wacht. Ik heb hem reset, dat werkt ook natuurlijk. Ja, ik heb weer stabiele vlucht. Dus ik vlieg gewoon niet stabiel. Lastig. Het is nog niet zo ver, dus we zijn er zo. Ja, ik vlieg even over de basis heen en dan wacht ik tot je geland bent. En dan land ik als basis. Ja, prima, ja, prima kerel. Chalice 1, Cowboy 1-3, request picture. Cowboy 1-1, Chalice 1, picture clear. Ik heb het idee dat de kist ook hard is, dat ze echt een beetje gemodificeerd zijn deze sessies. Ik heb het idee dat ze meer direct hebben op dit moment dan normaal. Runway inside, 20 mile out. Great. Great. Ja, leuk zo weer samen vliegen met de club. Ja, ja, het is leuk zo deze zondagmiddag. Het was echt leuk gezellig. Voor mij is het ook goed wakker worden, direct in de pit en nadenken en handen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat heb je soms wel met vluchten. Dan ben je toch wel, je wordt echt wel, je moet blijven je kopje blijven gebruiken. En als je eventjes anderhalf uur, twee uur vloog, dan denk je, oh, even rust moment. Dan merk wel dat je, het is intensiteit van zo'n, ja, je workstation zeg maar. Dat is wel heel grappig. Ja, het is anders als Elite Dangerous, het vliegen in de ruimte, weet je wel. Oh ja, oh, ja, absoluut, dat denk ik ook zeker. In Elite kun je gewoon, als je even wil pauzeren, nou, dan drop je out of supercruise en dan ga je gewoon in de ruimte rondhangen. En de ruimte is zo groot dat je het gevaar echt moet opzoeken. Dus voordat dat gebeurt, weet je dat het eraan komt, weet je wel. Ja, ja, precies. Come on, Switch Tower, Serbia Airways. Switching Tower. Bridge Tower 338 Decimal 2. Serve 1-3. Cherokee Tower. Go on, check. Serve 1-4. Cherokee Tower. Resume all navigation. Sing 1, check uniform. 2. For Sing 1, check. Pens out. Fence out? Ja, ik ben fence out, sorry. 4, 3 is fence out, and fuel state 5.3. Oké, okay, Sting 1-4, Sting 1-1, check uniform.
Forest fenced out fuel one, sorry, fuel is 4-1. 4-1, yeah, copy, non-uniform. Oké, ik heb al een paar keer geantwoord, ik heb niks gedaan verder. Sting 1, cover 1. Cover 1, Sting 1, go. Your attention for landing? Sting 1 is now coming down from 34,000. We'll fly overhead the airfield to a right-hand turn to the runway 1-1 and then we'll do an overhead break. Okay, copy that. The runway is not the heading it's supposed to be, so check it out. Okay, what is the runway heading? Yeah, that's a good question. Sting 1 will come. For Cowboy 1, the nose gear is down. So, he will land. Copy that. Cowboy 1-4 reports the runway seems to be in the right heading from where I'm flying. Altitude. Cowboy 1-3, one check. 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 Four copies. Copy that. Now I don't have my flight doesn't have enough fuel to go right for the 2-9er, so we'll do an overhead break on the 1-1. Cowboy 1. Sting 1-4, Sting 1-1 on uniform. Before you need to fix her, zit je nog op fix 2? Stemba. Oké, voor we gaan toch op 1-1 zitten. Four copies, 1-1. Sting 1-4, say location, volume, uniform. Yeah, country 1 uniform, nothing on Victor. Okay, so we'll do this on uniform then, no problem. Sting 1-4, uniform check. Sting 1-4, Sting 1-1, 5-5 on uniform, how copy? Nah, this is rare.
Share via tower. Resume all navigation. Ik zie je visual voor mij, ik ga achter jullie aan. Top. Server Tower, Sting 111, base, retreat, full stop, 111. Hoe heet de runway ook alweer? Surfer Tower, Cowboy 3, do an off-road break on level 1, 7 miles out from the east. Surfer Tower, Cowboy 4, base 3 greens for the top. Oh yeah, Serbia. Yeah. Sting 1-2 is base, 3 greens for the top. Share via tower. Next time, wait your turn. You were after taking off on the 29er. Surveyor Tower, Cowboy 1, initial off-road break, level 1. Surveyor Tower. Resume navigation. Traffic, the advisor, say truck at the end of runway 11 on the left. Surveyor Tower. Bring 1-4, copy. Resume navigation. Traffic, so Sting 1-2 is vacated. Freeze gear down. Down. Cowboy 3, final, 3 green, full stop, runway 11.
Soviet Tower, Falcon 1-4 is inbound with a broken gear. We'll do an emergency landing on runway 11, 13 miles out. Chair via power. Taxi clear of the runway. Cowboy 1-4, declaring an emergency. Cowboy 1-4. Chair via approach. Stop emergency, you're clear for immediate landing. Runway 29, emergency equipment is rolling. Ben je al vacated? Falcon of Cowboy 1 vacated. Soviet Tower, Falcon 1-4, final. Star 1-2. Charity Tower. Next time, wait your turn. Star 1-4. Charity Tower. Next time, get clearance before landing. Falcon 1-4. Charity approach. Traffic 12 o'clock, 5 miles. Cherokee approach. Traffic 12 o'clock, 3 miles. Good morning, Cowboy 1-4. Cherokee approach. Clear for landing. Runway 29, check gear down. Spin 1-4. Cherokee approach. Next time, get a clearance before landing. Cherokee Tower. Next time, get a clearance before landing. Star 1-2. Cherokee Tower. Next time, get clearance before landing. Cover 1-4 is down. Yep, official. Oh, netjes, hij gaat ook nog vacated. Cabin 4 ended on the right at the runway, waiting for emergency vehicles. 3. Okay, 3 is shutting down. Cabin 1 shutting down. Cabin 1-4 shut down.
Okay, everybody. Sting, 1-2, inbound for landing. Yes. Microphone activated. Ha, mooie landing was dat.